En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Vandaag is de spreidingswet ingegaan voor asielzoekers. Ja. Wat vindt u daarvan? Wat vind ik daarvan? Ja, dat is moeilijk. Dat vind ik prima. Ja? Er is geen andere oplossing. Ik vind er eigenlijk niks van. Wat vindt u ervan? Ja, eigenlijk. Het is vandaag ingegaan. Ja, dat klopt. Moet ik het eerlijk zeggen? Ja? Ik vind niks. Waarom niet? Waarom niet? Dat is een goede vraag. Ja, ja god, je kunt iemand toch niet verplichten om mensen op te nemen? Ik ben er wel voor. Wat betekent dat voor u als inwoner van deze plaats? Ik denk niks, want ik heb er geen last van, nee. Dat er hier misschien ook nog een aantal mensen komen. Ja. Daar ben ik te weinig voor ingewijd hier in Wijchen. Maar ja, goed, er worden als je ze op Oekraïners opgevangen, ja. Vluchtelingen. Dus, ja. Het zou wel wat minder mogen, maar het is helaas zo. En dan moet je er het beste van maken. Nou, zijn er gemeentes die zeggen, Westland bijvoorbeeld, van we gaan het niet doen. Nee. Moet daar sanctie op staan? Nou, ik vind het heel erg. Het moet. Ja goed, die zal er wel aan te pas komen, maar waar dan? Je zal er jaren terug in moeten grijpen. Net wat u al van tevoren net zei, jaren terug in moeten grijpen, want ze wisten dat dit zou komen. Want het is zo, het blijft niet bij die ene, het komt steeds meer.